We gingen lekker opstaan. Natuurlijk werden we allemaal moe, want niemand slaapt heel veel. Nou, alle senioren en junioren zijn weer op de fiets gestapt om naar de Wanderboys in Bergen te gaan. Alle maxjongen mochten met de auto. Om lekker te zwemmen, maar je kon nog ook heel veel meer leuke dingen doen. Lekker in de speeltuin, in de trein rollen, van alles. Lekker rondhangen. Alle grote jongens die waren een beetje chill aan het doen. Ja, dus alle junioren en maxioren lagen op bed. De senioren moesten ook naar bed. We weten niet waarom, maar het is. Oh, ik krijg een nieuw nieuws. Heet nieuws. Oh. Dit zijn de helden die dadelijk het bos gaan betreden. Met deze jongens en dames gaan we het bos redden. Van weet ik veel. Lekker hè? Vooral die. Hé jongen, hoe gaat het met jou? En ook hier zijn helden om het thuispand te bewaken. Bij het iets wat op een vuurtje moet lijken. Ik hoor niks. Ik zie niks. Waar ben ik? Waar? Oh, ik sta langs het rampje. Het is de laatste nacht. En ze hebben me gevraagd of ik mee wil lopen met de spooktocht, maar ik denk dat ik beter niet ja had moeten zeggen. Ik hoop niet dat ik alleen ben. Ik heb het gevoel dat ik niet alleen ben. 10 jaar wacht ik hier al op. Elke avond zit ik hier. 10 jaar lang. Er komt een dag dat ik pak. Er komt een dag. Kom maar bij een pad aan. Er zit hier een begraafplaats midden in het midden in de bossen. Ik weet niet wat we hier vinden, maar raak hem eens aan. Volgens mij leeft hij nog. Dit is het Jong Nederland donderdagjournaal met Wiel van der Dillen en Hugo. En vandaag was het een mooie dag. Iedereen ging vroeg opstaan. En ze gingen meteen alle spullen vervangen, vooral Max Joren. Overborgen, tenten en de zalfies. Niet te geloven. Als je dat niet leuk bij de hand hoort, dan kan je het toch wel zien. Extra nieuw. Luuk zat niet goed op de plek. Natuurlijk, hij zit in de zaal. Je ziet gewoon het verschil. De tent moet nog helemaal opgeruimd worden. Kijk, hun pakken er leuk met het in. Hey, hodo. En wij moeten dan nog de tent opgeruimen. Maar het viel ook niet mee met de maxioren, want ze moesten vegen, opruimen, in een zak doen. Past er bijna niet. Roppen dan. Maar dat past ook alweer niet. Dus, maak de vegen ook best slecht. En wat gaan we vandaag doen, pinnetje? Slopen. Slopen.
Oké, dit is freaky. Goedemorgen. Volgens jongens. Een lekker geslapen. Oh, dat gezicht. Oh, die actie. Die emotie. Dat acteerwerk. Geweldig. Prachtig. En nu ben ik druk bezig om die film te maken die je nu aan het kijken bent. Onze goede koning staat altijd klaar voor ons. Vader en moeders altijd bij je blokken bij je Nederland. U mag ook klappen, want de film is afgelopen. Even de presentatoren. Oh, Jop van Nettela! Lumbo! En wij ook voor het kijken! Janne van Leuken! Jij nog een keertje? Verder? Fenne van de Boog!